Er was eigenlijk wel een mooi verhaal over dit weggetje te vertellen, hè? Want je miste dit soort weggetjes eigenlijk wel in Zelhem en omgeving. En je wou hem ook per se in de tuin, maar wat is er eigenlijk de. Is het gewoon een sentimentele reden, zeg maar, dat het ook bij jullie in de tuin ligt? Ja, dat klopt. Wij hebben hier in Zelhem hadden wij toch heel veel van dit soort weggetjes. Dat noemen ze dan een karrenspoor, waar een strookje gras in de midden ligt. En ik wilde dat graag ook verwerken in de tuin. Zoals het dan verdwijnt in Zelhem, heb ik het in ieder geval zelf nog in de tuin liggen. En samen met Nico zijn we tot door dit stukje karrenspoor gekomen, wat hier eindigt in de stookplaats. En de stookplaats is een plaats waar we dan zomers wel eens zitten en kunnen genieten hiervan. En de tuin en het uitzicht op ons huis. Ja, dus eigenlijk is het ter herinnering zeg maar aan het karrenspoor, een monument voor het karrenspoor. Een monument voor het karrenspoor. En Nico is ook van de karrensporen, dus we waren het snel eens. Ja, dankjewel.